Goedendag, kijk naar de Weersverwachting van Weerplaza.nl. We beginnen met een foto van Jannes Wiersema uit het noorden van Groningen. En die laat mooi zien wat voor weer we de afgelopen periode hebben gehad. Want de wind zorgt er inmiddels voor dat het zand begint te stuiven. Lange droge periode dus. Ook maart verliep vrij droog met op een paar dagen maar regen. En ja, nu april ook alweer bijzonder droog. Geen records. En aan het einde van april wordt het toch nog wisselvallig, zodat de maand misschien zelfs met een normale regenhoeveelheid gaat eindigen. Maar vandaag geen druppeltje, amper zelfs een wolkje aan de lucht. Dat zien we ook op de satellietfoto. We zien wat hoge sluierwolken over het zuidwesten van Nederland trekken. Ook over de Noordzee via Denemarken komen wat sluierwolken dichterbij. Het stelt allemaal weinig voor, het was vooral zonovergoten. Dikke wolken die zijn ver weg. Moet je echt voor richting Rusland en anders de oceaan op of in het zuiden van Frankrijk. Dat alles, dat zeer fraaie weer hebben we te danken aan een hoge drukgebied. Het hoge drukgebied ligt standvastig boven de Britse eilanden houdt het slechte weer op afstand. Regen is dus ver te zoeken. Dat geldt voor een groot deel van Europa, eigenlijk alleen rondom de Zwarte Zee. Dan heb ik het over Roemenië, Bulgarije, Turkije. Daar valt behoorlijk wat neerslag. In Turkije in de berg ook sneeuw. Maar bij ons is daar gelukkig allemaal geen sprake van. Wel een noordelijke stroming. En die voert enigszins koele lucht aan. Daardoor kunnen we niet optimaal genieten van uh, het zonnige weer. Want als de wind vanuit het zuiden zou waaien, dan hadden we temperaturen van 20 tot 25 graden gehad. Nu moeten we het met duidelijk lagere waarden doen. Maar goed, vandaag plaatselijk 18, 19 graden in het zuidoosten. Vanavond ligt de temperatuur rond de 13 graden. En de wind waait nog steeds uit het noorden tot noordoosten, met windkracht 3 tot 4. Vannacht neemt de wind dan wat af, kan er lokaal een mistbankje ontstaan... trekken nog een paar wolkenvelden over het land, maar het is vooral helder. Temperaturen daardoor 2 à 3 graden en aan de grond gaat het op uitgebreide schaal vriezen. Dat enkele mistbankje dat lost morgenochtend snel weer op. Daarna hebben we opnieuw een flinke perioden met zon en hooguit een paar hoge sluierwolken. Heel misschien dat er in de middag nog een stapelwolkje ontstaat... Maar het stelt allemaal verder weinig voor. Wel grote verschillen in de temperatuur. Je zou ongeveer zo een lijn kunnen trekken. Nou, daar ten zuidoosten van is het uh, lekker aangenaam. 17 tot 20 graden maar liefst. En bij flink wat zon en niet al te veel wind is dat uh, prima te doen. Maar in die uh, kustregio, en dat is dit keer een hele brede kustregio, is dat merkelijk koeler. De noordenwind zorgt daarvoor temperaturen van 13 tot 16 graden. Op de stranden is het zelfs 11 of 12 graden. Ja, dat betekent toch dat je de jas aan moet als je buiten bent. Uit de wind en in de zon is het wel lekker. En hoe gaat het dan verder? Nou, woensdag beginnen we waarschijnlijk met wolkenvelden, laaghangende bewolking vanaf de Noordzee. Maar ik heb goede hoop dat dat snel oplost en de rest van de dag dan flinke periode met zon. Wel iets minder zacht, 12 tot 17 graden. Donderdag begint de wind geleidelijk te draaien. Dan krijgen we opnieuw met flinke zonnige perioden te maken en oplopende temperaturen. Ik heb nu nog 13 tot 17 graden staan, maar er zijn aanwijzingen dat het nog zachter wordt. Vrijdag zeker wat hogere temperaturen, misschien lokaal weer 20 graden, maar geen fraai weer. Met een zuidwestenwind trekt er een storing over het land. En die zorgt in de loop van de dag voor buien, misschien ook met onweer. En dat vormt dan de start van een wisselvallige periode, want ook in het weekend is het wisselvallig. Temperaturen gaan daarbij geleidelijk naar beneden. Vrijdag is dus de warmste dag. En daarna wordt het duidelijk koeler. Ik ben Michiel Severin van Weerplaatsen.nl.